Mooie weersomstandigheden in Sint-Michiel-Gestel, Brabant. Waar natuurlijk deze Tijmen IJsing een van de grote favorieten is. Ja, het zal een snelle race worden. En je kunt eigenlijk niks verwachten in deze loterij, zou ik maar zeggen. Want het rondje ligt er zo snel bij. En ik verwacht in ieder geval een grote groep die voor de overwinning gaat strijden. Ja, en je hebt dan wel weer te maken met een blok, hè? De bankiersploeg. Ja, die jongens zijn met 4-5 man die kans maken vandaag. Terwijl ik als enige van Sunweb sta. Dus ja, het zal lastig worden. Op dit rondje zou misschien de ploeg wel eens doorslaggevend kunnen zijn. Ja. Ja, en die doorslaggevende ploeg is natuurlijk de Rabobank Offroad Team. Waar ook Gert-Jan Bosman bij hoort. Zijn verwachtingen over dit NK? Ik hoop dat ik gewoon mee kan doen voor de winst. Niet dat ik ga winnen, dat weet ik niet. Ik hoop wel dat ik het zo ver kan raken dat ik gewoon in de kop van de koers meedoe. En ik denk dat het ook een goede kans is voor mij hier. 35 jonge mannen van onder de 23 jaar strijden om de titel Nederlands kampioen 2011. De Rabo-formatie natuurlijk met 5 sterke mannen. Bosman zei het al. Hij is er één van, maar de grote favoriet helemaal in het blauw. U zag hem net door het beeld heen flitsen. Lars van der Haar, kersvers Europees kampioen. Werd hij in Frankfurt. Maar ze hebben andere eisers in het vuur, waaronder deze Mike Teunissen aan kop. Door de zandbakken heen, nog steeds in het eerste rondje. We zien ook wat mannen lopen, waaronder Tijmen IJsing. Hier komt hij weer op de fiets. En voor hem rijdt Gert-Jan Bosman. En dat IJsing moest lopen had alles te maken dat hij van achteren werd geraakt. De spaak ging kapot en dat zorgt weer voor extra tijdverlies. Hier IJsing in beeld, rond de 7e, 8e positie. En Lars van der Haar heeft dat door. De grote favoriet is er dan al vandoor gegaan. Achter Mike Teunissen aan. Hier wachten we nog even op een andere Drenthe. Maar die hebben we wel degelijk. Hier met nummer 34, Alain Veenstra uit Emmen. Hier komt hij door de bocht. Trainingsmakker van Tijmen IJsing. En dan ook met nummer 2 hier in beeld. Bart Barkhuis uit Norg. Beide heren zullen niet in het stuk voorkomen en eindigen achterin. Hier zien we dat Van der Haar bij Teunis is gekomen. Nog altijd in het eerste rondje. Vroeg in de koers dus en het gat begint al aardig groot te worden. Hier de achtervolgers. Van Kessel, Bosman, Van der Poel. Hier IJsing pas. En de rest van de club. Van der Haar gaat dan alleen op pad. Laat dan Teunis achter zich. Kan zomaar een tactisch hoogtepuntje zijn van de trainer natuurlijk. Richard Groenendaal van de Rabo Offroad Team. In zijn eigen achtertuin. Woonachtig in Sint-Michiel-Gestel. Hier Bosman. Nog altijd in het clubje. Een kleine pelotonnetje van 7-8 rijders. Die strijden om de tweede plaats. Veenstra. En Barkhuis. Dicht bij elkaar ook. Maar nogmaals, die jongens spelen geen rol van betekenis, zoals verwacht eigenlijk. Van der Haar. 37 seconden voorsprong na 4 rondes. Er worden ongeveer 8-9 rondes gereden in 50 minuten. Teunissen rijdt er dan nog tussen. En hier IJsing, Tijmen IJsing. Na dat probleempje aan het begin van de wedstrijd in de zandbak heeft hij zich weer herpakt. Hij gaat nu op zoek naar Teunissen in eerste instantie. Maar Lars van Haar rijdt eenzaam en alleen aan de kop. Won ook een hele mooie koers natuurlijk. Het EK in Frankfurt. Een dikke maand geleden, misschien wel 2 inmiddels. En laat zien dat de kleine man uit Woudenberg ongelooflijk goed bezig is bij de belofte dit seizoen. Bij de junioren was IJsing eigenlijk altijd de betere van die twee. En dit is al in de slot van de wedstrijd. Van der Haar bekroond. Een geweldig seizoen met de Nederlandse titel. Dat kan toch haast niet meer misgaan. Teunissen in de achtervolging. Die gaat natuurlijk niet vol door. Met IJsing. Met Van der Heijden. Met Van den Brand. En natuurlijk in laatste positie Gert-Jan Bosman. En dat kan dan nog een hele mooie sprint worden. Maar eerst zien we dat Lars van der Haar na de Europese titel in Frankfurt nu ook Nederlands kampioen gaat worden in Sint-Michiel-Gestel. En kan over 3 weken ook nog gaan voor de triologie. Want dan is het WK in Duitsland aan de beurt. En dan de sprint om de tweede plaats. En die wordt dan gewonnen door Teunissen voor Bosman. Maar waar is dan Tijmen IJsing gebleven?
Die reed halverwege de laatste ronde lek. En dan ga je heel erg boos de camper in. Ja, van binnen baal ik gewoon vooral dat ik niet geklopt ben op waarde vandaag, maar geklopt ben op wat materiaalpech. En, ik moet er ook niet te lang bij stilstaan, want de wereld vergaat uiteindelijk niet. Maar het is gewoon kloten, want je hebt hier gewoon naartoe geleefd en ik voelde me gewoon echt sterk. En ik had er voor het eerst in mijn carrière eens echt zin in om een nationaal kampioenschap te rijden. Vooral omdat ik ook niet de topfavoriet was. En wat ik zeg, dan is het gewoon kloten dat je door mechanisch defect achter komt te liggen en eigenlijk de koers daardoor al verloren is. Maar de meest gelukkige Drent is ongetwijfeld deze Gert-Jan Bosman. Hij wordt op zijn allereerste NK bij de belofte knap derde. Ik voelde me heel goed. En de laatste ronde maakte ik een fout op de balk. Mijn ketting vloog eraf en daarom moest ik van ver terugkomen. Vandaar dat gat. En daar kostte heel veel kracht om terug te komen. Want ze reden daarvoor heel hard en IJsing trok hard door op dat moment. Dus ik moest van ver komen. En dat heeft wel heel veel kracht gekost. Was Lars van Haar zo oppermachtig of liet u dat ook een beetje toe eigenlijk als Rabobank ploeg zijnde? Hij was als eerste vertrokken. Dus dan moet je er ook achteraan rijden. Dan kan je niet hem dicht gaan rijden. En één keer demareerde ik en toen heeft Richard even de tips gegeven van wachten. Ja. Klopt, Groenendaal. Die gaf even de tips van even wachten. Ja, dan moet je gewoon naar luisteren, want jij rijdt als ploeg. En dat heb ik gedaan en het pakt gewoon 2 en 3 uit.